Mijn naam is Mirjam Leunig en ik werk als ervaringsdeskundige begeleider bij GGZ Noord-Holland Noord. Ik heb zelf eerst 3 jaar op de gesloten kliniek gewerkt. En dus die eerste 3 jaar dat ik hier kwam werken, waren eigenlijk alle ervaringsdeskundigen ondergebracht in een team. Dus iedereen zat ergens. En ik had ongeveer 20 collega's, maar ik kon de helft niet, want ik zag ze eigenlijk nooit. En 3 jaar geleden hebben we dat aangepast en zijn alle ervaringsdeskundigen uit de teams ontrokken en ondergebracht in de herstelwerkplaats. En in die herstelwerkplaats hebben we dus een heel breed aanbod van cursussen, trainingen gericht op het gebied van herstel. Dus dan kun je denken aan een training zelfbeeld, Wellness Recovery Action Plan, veel lotgenotencontacten. Nou, we doen heel veel aan groepscontacten, dus groepsaanbod. De RAP, Wellness Recovery Action Plan, is daar een prachtig voorbeeld van. En daarin gaan we eigenlijk met elkaar, want het is ook weer een heel gelijkwaardig contact, ga je eigenlijk op zoek naar een handleiding voor jezelf. Dus je gaat heel erg kijken naar wat zijn nou voor mij vroege waarschuwingstekens, eerste signalen van ontsporing, wat is steun voor mij? Dus we werken heel erg vanuit de kernwaarden en de kernbegrippen vanuit de RAP. We geven ook bijvoorbeeld trainingen, voorlichting aan artsen in opleiding, psychiaters in opleiding. Zelf ben ik ook onderdeel van het landelijk platform Herstel voor Iedereen. Dus dat is echt landelijk, dat je met allerlei GGZ-organisaties met elkaar gaat kijken, wat is herstel, hoe kunnen we herstelbevorderend werken, wat is daarvoor nodig in de GGZ, met als doel eigenlijk 30% meer herstel voor iedereen. Dus ja, daar word ik ook heel blij van. Wanneer iemand zich voor het eerst of opnieuw aanmeldt bij GGZ Noord-Holland Noord, dan vindt er natuurlijk een intakegesprek plaats. En sinds een paar jaar zijn wij als ervaringsdeskundigen onderdeel van die intake. Dus we denken dan vanuit verschillende invalshoeken mee in wat is nou het meest passend voor deze persoon. En vanuit de ervaringsdeskundigheid denken wij dus ook mee in dat traject. Dus we ontvangen dan iemand samen met een regiebehandelaar en met een psycholoog en een ervaringsdeskundige. Dus je werkt met andere disciplines. Wat ik wel heel belangrijk vind is dat je op het moment dat je gaat werken als ervaringsdeskundige ook in ieder geval een bepaalde afstand hebt tot de ontwrichtende positie waarin je gezeten hebt. Dus dat je met een beetje afstand kunt kijken naar je eigen herstelproces. En dat betekent niet dat je dus nooit meer kunt terugvallen of het nooit eens lastig hebt, want het leven is niet heel simpel. Maar dat je wel kunt kijken van wat heeft me nou geholpen, wat zijn nou mijn herstelelementen geweest, wat is er gebeurd en hoe ben ik weer in mijn kracht gekomen. Dus dat je die ervaringen ook weer mee kunt nemen ten behoeve van het herstelproces van de ander. We hebben met elkaar een club van ongeveer 30 ervaringsdeskundigen, dus komen ook regelmatig bij elkaar met een beleidsmiddag. En dan, we ontwikkelen eigenlijk steeds meer ook een visie waar we nu met elkaar eenduidig aan willen werken en met elkaar naartoe willen. Dus op dit moment werken we met alle ervaringsdeskundigen sinds een paar jaar heel hard aan een eenduidige visie. Dat je goed kunt reflecteren op jezelf en op je eigen proces. Ook kunt reflecteren op waar sta ik in deze organisatie, waar sta ik in dit team. Dus eigen verantwoordelijkheid kunt nemen voor dat wat jij doet en wat je misschien anders zou kunnen doen. Dus ook het ontvangen en geven van feedback is best wel een belangrijk onderdeel van ons werk. Dus dat je eerlijk en open naar jezelf en naar de ander kunt zijn. Ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is. We hebben heel veel aanbod om jezelf te blijven ontwikkelen. We hebben een hele fit academie waarin een heel breed aanbod is. Dus als je zelf het gevoel hebt van ik zou nog iets meer willen leren ten aanzien van presentaties geven, communiceren. Je kan het niet bedenken, dan is er wel een training of iets waar je aan kan bijdragen. Of als je BHV-training, we geven je van alles. En er wordt je zoveel kansen en mogelijkheden geboden om daaraan deel te nemen. En daar ben ik echt wel heel erg dankbaar voor.